Welkom, enthousiaste, mooie mensen. Ik wilde me even voorstellen met het filmpje. Sommigen van jullie hebben me al voorbij zien komen. Mijn naam is Kelvin en ik ben heel blij om met jullie een mooi event te gaan neerzetten volgende maand. En dat is eigenlijk een nieuwe vorm van ceremonie geven, een hele nieuwe vorm die ik ga neerzetten. Dus ook dankjewel voor jullie enthousiasme, want het heeft me nog meer gemotiveerd en geïnspireerd om dit eigenlijk maandelijks te gaan neerzetten, als het aan mij ligt. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik zal in deze video wat meer uit gaan leggen over mijn ervaring met ayahuasca en met name ook de begeleidersdosis die je gaat drinken. En wat je zoal kunt gaan ervaren en voelen en hoe de avond er een beetje uit gaat zien. Misschien een korte introductie van mijzelf. Hoe is het op mijn pad gekomen? Zoals velen van jullie weten gaat het ook vaak vanzelf. Dat komt gewoon op je pad. Het blijft je roepen. En zo is ayahuasca ook in mijn leven gekomen. Ik was een jaar of 11 toen ik de straat op ging om al mijn emoties en pijn en verdriet en eigenlijk gewoon verhalen, levenservaringen, levensverhalen te verdoven. En als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat we allemaal meesters zijn in afleiding, meesters zijn in verdoven en alles eraan doen om maar niet te hoeven voelen. Ik was 11 toen ik de straat op ging en dat heb ik volgehouden tot een jaar of 19 tot mijn lichaam ermee stopte en tot ik neerviel. In die tijd heb ik vrijwel iedere stof die je maar kunt bedenken tot me genomen, alles om maar niet te hoeven voelen. En vaak denken we bij verdoven aan drugs. Nou ja, op straat kun je drugs vinden en als je naar de dokter gaat, de farmaceutische industrie, dat is ook drugs. En het zijn beide middelen in veel gevallen die gebruikt worden om te verdoven, om te pleister plakken, om niet te hoeven voelen. En dat kun je heel lang volhouden. Dagen, weken, maanden, jaren. Totdat het leven stop zegt. Ik noem het de man met de hamer. En die kwam bij mij en die sloeg me neer. Letterlijk. Dat kwam in de vorm van een depressie, angststoornis en een ziekte. Het was iets met een alvleesklier destijds. En toen kwam dus daarna de depressie en de angststoornis. Wat eigenlijk de grootste cadeaus zijn in je leven die je maar kunt bedenken. Misschien heb je er zelf ervaring mee. Misschien heb je in je omgeving ervaring mee. Maar deze dingen komen niet voor niks op je pad. Want als je lang genoeg je lichaam blijft, ja, zo heel naar woord, maar eigenlijk verkrachten gewoon en niet luisteren naar je lichaam en blijft misbruiken, dan komt uiteindelijk het leven en die helpt je een handje en die geeft je een ervaring dat je wel moet voelen. Dus depressies, burn-outs, als je er een hebt, heel vervelend, het is naar de ervaring. Maar voel maar even wat het met je doet en voel even waarom het er is. Dat, voor mij was het uiteindelijk een van de grootste cadeaus die ik maar kon krijgen in het leven. Want het bracht mij weer in contact met mijn gevoel. En in het begin waren dat natuurlijk nare gevoelens. En het heeft mij 7 maanden geduurd, denk ik. Ik heb geluk gehad dat ik een huisje boven mijn hoofd had. En dat ik mijn school kon stoppen. En dat mijn moeder me bijna iedere dag eten kwam brengen. Dus ik heb me 7 maanden opgesloten. Ik wilde ook niemand zien. Ik dacht ook in het begin dat ik doodging. Dus ik wilde gewoon afsluiten. En dat heeft 7 maanden geduurd voordat ik mezelf beter had gemaakt. En dat heb ik gedaan uiteindelijk met meditatie. Met het herprogrammeren van mijn onderbewustzijn. Alles wat ik eigenlijk via Google. Ze noemden mij wel eens Dr. Anders Google. Dat was in het begin niet zo fijn. Als je op klachten gaat zoeken, kom je natuurlijk de meest verschrikkelijke verhalen tegen. Dus het duurde even voordat ik door die fase heen kwam. En uiteindelijk bij behulpzame dingen terecht kwam. En toen ben ik me gaan verdiepen in emoties en de werking van het lichaam en kwantumfysica en meditatie. En dat zijn eigenlijk de elementen waarmee ik mezelf destijds heb genezen. Lichamelijk genezen dan. Want daarna kwam de grote uitdaging, het mentale gedeelte. En natuurlijk kwamen al die oude verhalen en ikjes van vroeger weer terug. Van niet genoeg, goed genoeg voelen. Maskers opzetten. Voor iedere omgeving heb je een masker waarschijnlijk. En ja, dat mentale gedeelte, dat vond ik echt lastig.
na deze bijzondere reis kwam het mentale gedeelte wat ik nog een stuk uitdagender vond. Omdat ik nog steeds dezelfde type relaties aantrok. Nog steeds dezelfde schadelijke patronen in de omgang met mensen, de omgang met geld. Ja, dit vond ik echt uitdagend. En ik denk dat een paar jaar later, een jaar of 27, 28 was, toen kwam er iemand op mijn pad met het woord ayahuasca. En ik had er ooit over gelezen, maar ik voelde heel sterk van, dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik ga ervaren. Dat heb ik thuis tegen mijn moeder gezegd. En mijn moeder zegt, ik vertrouw jou, ik ga met je mee. Dus mijn eerste reis was met mijn moeder. En ja, sowieso komt het zelden voor dat ik een ayahuasca reis beschrijf. Want het is ten eerste niet te begrijpen, niet te snappen, niet vast te houden. Daar komen de meeste mensen mee in de problemen. Ook degenen die het hebben ervaren en gedaan. En woorden schieten tekort om de ervaring eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, uit te leggen. Om de ervaring over te brengen is onmogelijk. Ja, de eerste reis met mijn moeder waren intense dagen. Ayahuasca is niet zomaar een trip die je roze olifantjes laat zien of dergelijke. Nee, ik laat echt zien welke pijnen in jezelf zitten, welke trauma's, welke dingen die je nog niet hebt aangekeken en die nodig zijn om te ervaren, nodig zijn om te voelen, voordat ze geheeld kunnen worden. Want dat is eigenlijk heling. Het is niet dat ayahuasca een wondermiddel is, in zekere zin, of het middel wat iedereen moet doen. Nee, het is een middel die jou exact laat zien wat jij onderdrukt hebt en ja, de dingen die je wegstopt en die je tegenhouden in het dagelijks leven. Die ervoor zorgen voor jouw slechte relaties, voor het feit dat je ongelukkig bent, voor je ziektes, voor je whatever, je ervaart dat niet fijn is. Dat zijn vaak dingen die je wegstopt. En ayahuasca is slechts een tool, een hulpmiddel die je kunt gebruiken, want er zijn meerdere wegen. Maar ayahuasca is een tool die je kan gebruiken om weer in contact te komen met de delen die je hebt weggedrukt, met de delen die je hebt onderdrukt of verdoofd. Dus in de reis zelf heb je geen keus. Naarmate de reis of naarmate je gevorderde reiziger bent, zul je wel kunnen sturen. En heel veel mensen kunnen ook sturen en spelen. Maar in zekere zin geef je je gewoon over. Dat is waar het om draait. Je geeft je over aan het medicijn en aan de ervaring. En ja, je krijgt wat je nodig hebt. Je krijgt niet altijd wat je wilt. Wat voor velen een teleurstelling is als ik de verhalen lees online of wel eens hoor. Je krijgt niet altijd wat je wilt, maar je krijgt wel wat je nodig hebt. Ook al kun je dat niet begrijpen. Je dient het namelijk ook niet te begrijpen, je dient het te voelen. Dat is een ander verhaal. Na de pijnlijke stukken kwam ik de tweede dag in contact met een onbeschrijfelijke gevoel van dankbaarheid, van kracht, van mijn ware goddelijkheid, om het zo maar even te noemen. Pure liefde. Ik kwam als een bliksemflits door mijn lichaam geknald. En ja, alle schadelijke dingen die ik met mijn moeder had meegemaakt, alle patronen werden daarin uitgewerkt in het veld, in die kamer waar we waren, in die setting. Werd alles uitgespeeld, uitgewerkt, alles doorvoeld, alles doorleefd. En dat heeft onze relatie zo, ja, het is onbeschrijfelijk, dat heeft ons tot op heden dag ten alle tijden veranderd in positieve zin. Na het doorleven van alle heftige emoties en alle oude verhalen en alle oude levenservaringen, kwam ik in een onbeschrijfelijke staat van dankbaarheid terecht. Zoals ik me kan herinneren, echt oprecht. Ja, je kunt het niet uitleggen. Het is als een bliksemflits schoot het in mijn lichaam. Eén bom van dankbaarheid, van liefde, van overvloed, van goddelijkheid, van echte ware essentie. De kern die je in werkelijkheid bent, die werd blootgelegd en die spatte uit. Ja, toen kwam ook alles samen, alle ervaringen met mijn moeder en dat smolt helemaal samen en ik weet nog dat zij om vergeving begon te smeken en het was gewoon zo mooi, het was gewoon pure heling voor ons, want ons tot op heden dag nog onze relatie zo intens heeft veranderd en zo liefdevol en zo fijn en ja, alleen daar al voor was ik verliefd geworden op ayahuasca. En op het einde veranderde de setting ook. Dat was wel leuk. Echt in een native setting. Met een vuur laaide helemaal op. Terwijl het gewoon kaarsen waren. Het werd echt een kampvuur. En ik zag mezelf in een native setting. En ik stond op.
En ik zag mezelf spelen met de energie en ik kon alle trauma's en gevoelens van de buren ervaren. Die gingen door me heen, kwamen dan aan de andere kant vooruit. Dat is het veld, het kwantumveld. Als je in dat veld zit, dan is alles, iedereen, elk gevoel aanwezig. Het verschil is dat je niet geïdentificeerd bent met het gevoel. Dus hoe heftig een gevoel of ervaring ook kan zijn, het stroomt gewoon door je heen en het beweegt weer zo eruit. En dat is waar het uiteindelijk ook gaat, als je goed integreert, daar is waar ayahuasca om gaat. En het echte werk doe je niet in de ceremonies, het echte werk doe je buiten. Integratie, dat is waar veel mensen nog de mist in gaan. Daar is waar je leert om weer met beide voeten op de grond te staan en alles te integreren, alle ervaringen. Dan pas zal je leven transformeren. Dus in het veld gebeurt heel veel heling, er gebeuren de meest waanzinnige dingen, de meest verschrikkelijke dingen. Maar het gaat erom hoe jij daar buiten, na de ayahuasca ceremonie, jouw leven gaat integreren. Of alles wat je hebt meegemaakt gaat integreren. En dat doe je met je hart en met je gevoel en niet met je verstand. Want als je het hiermee doet, dan ga je verdwalen en dan heb je een probleempje of een uitdaging, om het zo te zeggen. Geen probleem. Je hebt een uitdaging. Ja. Ayahuasca is een voelend medicijn. En dat leert je om te voelen. En alles wat je hier doet, kun je weggooien. Daar heb je niks aan. Dit is de dienaar en dit is de leider. Dit is jouw... Ja, hier is waar het om draait. Maar voor de meeste mensen zit hier het leiderschap. Zit hier een dienaar. Dat is wat alle lijden veroorzaakt. Dus ik zag mezelf in die native setting staan en spelen met de energie. En ik voelde van, dit is wat ik wil doen. Dit is het werk wat ik wil verrichten. Maar ik was natuurlijk bewust van mijn misbruik van stoffen. En ik voelde zoveel respect met het medicijn dat ik zei van, oké, Kelvin, maar dit is niet wat jij gaat zoeken. Dit is niet meer wat jij gaat creëren. Want ik heb mijn hele leven gezocht naar meer, 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 meer. En uiteindelijk zul je nooit komen daar waar je belandt. Want je verliest het hele moment uit zicht. Dus ik maakte mezelf de belofte op dat moment van, als dit zo moet zijn, dan komt dat in mijn ervaring. En ik laat het volledig los. En een paar jaar later kwam een hele mooie dame op mijn pad. En die gaf mij de mogelijkheid om te begeleiden. En daar heb ik ruim 2 jaar, heb ik daar iedere maand, 2 keer per maand, heb ik mogen begeleiden. Uiteindelijk ook 1-op-1 ceremonies gaan geven. Uiteindelijk ook een eigen ceremonie gaan leiden. En het mooiste was ook wel dat zij ook werkte met een sjamaan die op mijn pad kwam. En ja, dat heeft mijn werk echt verdiept. Om daar iedere maand mee te mogen samenwerken, dat was echt fantastisch. Daar ben ik nou iedere dag nog dankbaar voor. Dus zodoende is mijn pad ontstaan met de plantmedicijnen. Ja, waarom dus deze nieuwe vorm? Waarbij we een begeleidersdosis gaan drinken. Heel simpel. Ten eerste omdat het fijn is. Omdat ik het fijn vind. Alles wat ik fijn vind, dat doe ik gewoon. Dus dat doe ik voor mezelf. Dat is 1. En ten tweede, in de loop der jaren zijn er heel veel mensen op mijn pad gekomen die gewoon ayahuasca hebben ervaren. Die het heftig vonden. Die het wel nog sommige keren zijn gaan doen omdat het gewoon behulpzaam is, maar over het algemeen wordt het als heel intens en heel heftig ervaren. Overweldigend is misschien het juiste woord. Er zijn ook heel veel mensen die het niet hebben gedaan. Sowieso vanwege de verhalen die ze waarschijnlijk online vinden. Het is nooit goed om naar verhalen te luisteren, niet naar de goede en ook niet naar de slechte. Het is maar een verhaal, het is een ervaring. Het is niets meer dan een ervaring. Als je dat kunt gaan zien, dan zul je ayahuasca ook echt gaan begrijpen. Maar er bleven mensen op mijn pad komen die aangaan van, ja, ik ben zo gevoelig en ik ben gewoon bang, ik vind het spannend. En ja, er zijn nog steeds meer mensen met wie ik een begeleidersdosis heb gedronken. En in één keer was het er. In één keer, een paar weken geleden of 2 weken geleden. Toen was het er. Toen dacht ik van, ik ga die ceremonies neerzetten met een begeleidersdosis ayahuasca. En hoe gaat dat eruit zien? Ik wil me wel vasthouden in het begin ongeveer 1,5 uur aan een structuur van de ceremonie. En dat houdt in dat we met respect met het medicijn gaan werken. Ik ga jullie er eerst over vertellen. We gaan eerst samen connecten, samen landen voordat we erin duiken. Er zijn verschillende oefeningen voor. Op het moment dat we het medicijn gaan drinken,
Zullen we het ook met intenties doen? Zullen we het met liefde doen, met respect, met muziek? Ik heb een aantal nummers om deze mooie liederen te eren. En dan wil ik een half uur in een soort van sound healing gaan. Om het medicijn een beetje te gaan laten werken. Dat gaat ongeveer een half uur zijn. Dat kan muziek zijn. Dat kan een bepaalde visualisatie, meditatie zijn. Dat kan met klankschalen zijn. Kleine instrumentjes die ik nog heb. Laat je verrassen, zou ik zeggen. En na die half uur gaan we één uur. Dat is één nummer. Dat is een chakra healing. Dan neem ik jullie mee op een chakra reis. Wat door alle chakras heen gaat. Die muziek is aangepast op iedere chakra. Het zijn de meest waanzinnige geluiden die je wellicht ooit hebt gehoord. Het neemt je dus ook op een reis mee waar je van alles kunt ervaren. Eerste chakra, veiligheid. Dat kunnen thema's zijn die naar boven komen. Veiligheid, seksualiteit, eigenwaarde, gevoel, hart, communicatie of het gebrek aan communicatie, intuïtie en de whole shizzle my nizzle, het hele pakket. Dat is een reis van een uur waardoor je diverse dingen kunt gaan ervaren. Ayahuasca kan zowel mentaal zijn, wat soms vermoeiend kan zijn. Het kan fysiek zijn. Het kan heel emotioneel zijn. Dus niet alleen slechte emoties, maar ook goede emoties. Gewoon heel emotioneel in algemene zin. Of het kan heel auditief zijn, heel erg op je gehoor. En als je geluk hebt, of pech, voor degenen die het overweldigend vinden, dan krijg je de whole package en dan krijg je geluid, sound, fysiek, emoties, als een explosie. En Wat was ik ook als weer? Ja, je bent zo enthousiast aan het vertellen. Ik weet bij God niet meer waar ik was. Ja, dus dat is wat je kunt ervaren. Maar over het algemeen, de reden waarom ik dit ook ga doen, is omdat het heel speels is. Het is heel draagbaar. Dus ik kon stukken voelen waar ik dacht van, oh, dit zijn momenten waar ik in een echte ayahuasca reis wegzak en dood ga. Ego dood, ego dood. Dus je komt altijd wel weer terug, maar dat is het gevoel. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze doodgaan. En dat is waarschijnlijk in de meeste gevallen de ego-dood. En dat betekent dat jij loskomt van je hele conditionering, van je hele denken. En je verliest gewoon dan, je hebt het gevoel dat je de controle verliest. En aangezien ieder mens een controlefreak is, is dat heel beangstigend. Maar met een begeleidersdosis is het gewoon, kan het soms iets aanraken, maar dat is gewoon echt iets wat je zelf kunt dragen. En dat vond ik heel fijn. Ik denk van, wauw, ik zit hierin, ik kan me erin over laten gaan. Ik kan me erin overgeven, wat ik heel fijn vond. Maar ik kan er ook uitstappen als ik dat wil. En dat vond ik heel fijn aan het drinken van begeleidersdosis. En na deze reis dan, wat in totaal 1,5 uur gaat duren, wil ik nog 3,5 uur een soort van open avond hebben. En wat kun je daarin doen? Wat jij wil. Spelen, lachen, gieren, brullen. Ik ga een hoekje maken met matrassen waar je kunt liggen. Waar je kunt connecten met mensen. Waar je echt jezelf kan blootgeven. Waar je maskers af kunnen. Die gaan sowieso af. Maar als je wilt kun je in gesprek gaan met iemand. Maar niet met wie. Om te connecten, om te knuffelen. Misschien wil je echt wel dingen bespreken die je in het dagelijks leven tegenhouden. Dingen waar je pijn ervaart of waar je mee lijdt. Dat is één hoekje. Ander hoek ga ik een mooie dansgedeelte maken waar je lekker kunt dansen, rollen, springen, wat jij wilt. En we hebben natuurlijk nog gewoon een beetje de ceremony space waar we gewoon kunnen zitten, een beetje muziek kunnen maken of gewoon in een kring kunnen zitten. Dus het zijn eigenlijk verschillende lagen waar je doorheen kunt bewegen. Dat heb ik in de groep dus nog niet gedaan, dus dat lijkt me fantastisch om dit neer te zetten. Dus dankjewel voor de mensen die mij gevraagd hebben om dit in een privé vriendengroep te doen. Lijkt me een fantastische ervaring. Samen met je vrienden, samen met familie eventueel. Om echt met een hechte groep om dat te gaan doen. Dus dank jullie wel. Jullie weten wie jullie zijn. Want ik ga deze video namelijk ook online delen. Als algemene beschrijving. Want ik ga deze ceremonies ook opengooien voor iedereen. Voor gemixte groepen. Maar dank jullie wel dat jullie dat jullie mij ook toestaan in jullie vriendengroep en om dit te mogen delen. Ik zal al mijn talent en al mijn liefde beschikbaar stellen.
Dus dankjewel. Ik kijk er naar uit volgende maand. Mochten jullie vragen hebben, laat het me weten. Terzijdertijd zal ik jullie alles vertellen over de voorbereiding. Hoe je mentaal kunt voorbereiden, maar ook qua dieet. Dieet is niet, hoeft niet zo streng te zijn als een volledige ayahuasca dieet, maar hoe meer energie je erin stopt in je eigen gezondheid, in je eigen welzijn, in je eigen voorbereiding, hoe meer je daaruit gaat halen in de avond. Even kijken, wat kan ik nog meer vertellen? Ja, als je vragen hebt, laat het me weten. Stuur me een bericht, spreek wat in, doe je ding. Dan kom ik zo snel mogelijk kom ik je te woord staan. De avonden, voor degenen die het nog niet weten, voor de avonden gaan altijd met verschillende opties zijn. Dus deze groep heeft mij geboekt voor een avond met overnachting en sommigen willen in de ochtend kambo doen. Dat is eigenlijk net als mijn cacao-ceremonies. Die opties die laat ik gewoon open. We gaan het in een mooi centrum doen. Blijven daar overnachten als je wilt. In principe duurt de ervaring van zeg een uur of 7 tot 12. Ik heb ruim de tijd genomen zodat je ook kunt landen. Ik zorg ook voor eten, zodat je helemaal geland bent voor degenen die weer naar huis en in de buurt wonen en naar huis willen rijden. Dan kan dat. Voor degenen die willen blijven overnachten, kan dat tegen een kleine meervergoeding. En in de ochtend wil ik ook nog een ademwerk kambo programma doen. Dus alles is mogelijk. Ik kijk er heel erg naar uit. Jullie gaan binnenkort meer horen. En zeker over de eerste datum die voor iedereen beschikbaar gaat zijn. Dus bedankt voor jullie kijken en tot gauw. Ciao.